Allieus Goud, Twente, jongens en meisjes. Het is vandaag weer maandagavond weer op Radio Scout Twente. Ja, jongens en meisjes, de Halloween is nu begonnen. Het is vandaag 31 oktober op Radio Scout Twente. Natuurlijk blikken wij natuurlijk weer terug. Dus durven jullie weer om terug te kijken op Radio Scout Twente? Kijk nu op Radio Scout. Blikken terug. Radio Scout Twente. Met Didi Maurice aan de knoppen. Luister ik mee naar Radio Scout Twente. Het is weer de maand oktober op Radio Scout Twente. Met natuurlijk de Halloween gast hier op Radio Scout Twente. Luister ik mee de hele maand, wordt het spooky op Radio Scout Twente. Dus durf je te luisteren? Luister dan wel op Radio Scout Twente. Radio Scout Twente. Check this out. They do what they wanna do, say what they wanna say.
they wanna dance, thinking they sound great. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, thinking they stop afraid. Cause he got on the floor, and he got the wibbling and wobbling, and he did this cool new perm move he had. Everybody backed up, you know what I'm saying? He backed them up. Radio Scout Twente, kijk op onze website op www.radioscouttwente.nl. Ja, dat was zeker spooky op Radio Scout Twente, jongens en meisjes. Ja, zeker. Ja, meisjes, welkom bij het Halloween. Het is vandaag weer Halloween op Radio Scout Twente. Vandaag is het echt Halloween. Ja, jongens en meisjes, daarom ben ik zo blauw als een smurf. Nee, jongens en meisjes, ik ben een Dracula. Dus... ja, jongens meisjes, dus ga even lekker luisteren. We blikken natuurlijk weer terug op Radio Scout Twente. Je hebt vandaag weer Halloween op Radio Scout. Dus laten we snel gaan beginnen. Dus luister ik mee. We blikken terug op Radio Scout Twente. Dit is Radio Scout Twente voor stoere scouts met DJ Maurice met prachtige muziek voor jou, voor stoere scouts. See?
lekker spooky op Radio Scout Twente natuurlijk. Ja, jongens en meisjes. Natuurlijk was dat DJ Maurice. Maar nu gaan we naar DJ Tobias. Op Radio Scout Twente blikken terug. Dit is Radio Scout Twente. Met DJ Tobias. Je luistert naar Twente in de ochtend. Mijn naam is Tobias Horst. En daar ben ik weer, eindelijk terug hier op Radio Scout Twente. Ik ben lang weg geweest. En dat is natuurlijk ook wel een reden. Dat hebben jullie kunnen horen in de vrijdagavondshow die ik vorige week vrijdag heb gehouden. Nu is het op dit moment 3 oktober 2020. 22. Een nieuwe maand, nieuwe kansen en die kansen neem ik graag. En dus ben ik hier ook weer op Radio Scout Twente met Twente in de ochtend. En wat je ook hebt kunnen zien, is daar, ja, een nieuw logo. Ik ben nog even kijken of ik hem echt wil gaan houden, maar ja, dat is het logo, de Twente in de achtergrond. En dan lees je Twente in de ochtend. En dan is het ochtend. Ja, ik zit nu door de logo heen. Want ja, dit is een foto. Maar als ik hem hier plaats, dan was het wit een beetje weg. En hier ook. En daar ook. Dus. Nou ja. Het is zeg maar gewoon Twente op de achtergrond met streepjes. En dan bovenin Twente. In de. En dan onderin zie je met de lettertype van. Ja. Hoe zeg je dat? Van de. Ja. Van. De digitale klok. Zie je dat? Maar de digitale klok zie je niet heel goed in dit kleine logo. Maar. Ik heb ook nog wel een grotere. Kijk, die is hier. Die kan ik ook wel in beeld brengen. Kijk. Dan zie je wel beter. Overigens. Dat verder licht. Dat ga ik niet gebruiken. Want. Dat is een beetje. Maar je kunt zien. Dat. Dat. Ja. Dat dit de lettertype is. Daaronderin. Lettertype is van de klok, de digitale klok die we in Nederland gebruiken en verder in Europa. Ja, ik heb er weer zin in. Het is rond de 8:02 en het is Twente in de ochtend. Voor degenen die het niet weten, mijn naam is Tobias Horst. Ik ben 16 jaar, ik zit op het Omnis College hier in Almelo. Nou ja, niet in Almelo, niet hier, want het is in Twente, maar ik woon in Almelo. Maurice woont in Tubbergen en vandaar zijn we zo samen Twente. Ik kan nu heel gaan uitgebreid vertellen van hoe alles is ontstaan. Dat kan ik ook, dat wil ik ook. Het is Twente in de ochtend, maar ik weet ook dat mensen graag muziek willen en niet per se mij willen horen. Dus ik moet keuzes maken. Ik kan misschien wel weer binnenkort met Maurice wat opnemen en dan kunnen we teruggaan naar het begin. Jaar, het is 3 jaar geleden bijna, dat we Radio Scout Twente hebben opgericht. Nou ja, niet opgericht, maar ja, soort van wel. En het verhaal daarvoor en het verhaal dan achter. Maar daar moet ik even gaan kijken samen met Maurice of dat ook kan gaan lukken. Ik wil alvast heel erg hartelijk bedanken dat je op deze uitzending hebt willen klikken. We zijn terug en ik... ga er weer wat moois maken. Nieuw seizoen. Nieuwe kansen. Nieuwe muziekjes. Deze achtergrondmuziekje hebben we ook nooit gehad. Hebben we nu wel. Dus. Ja. Ik vind het alleen mooi. En we hebben nog meer. We hebben. Ja, je hoort hem denk ik niet. Maar het is deze.
Nee, je hoort hem nog niet goed. Maar dat komt nog wel. Hoe was jouw weekend? En zijn er plannen deze week? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Laat het zeker weten in de comments. En misschien beantwoord ik het de volgende uitzending hier op Radio Scout Twente. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren om een super leuke ervaring te hebben. En het, ja, wat ik denk, wat we kunnen gaan doen, is gewoon weer gezelligheid maken. De maandagochtend, beetje rustig. Het is alweer bijna weekend. Nou ja, bijna weekend. De week gaat vaak wel heel snel voorbij. Maar we gaan luisteren naar Blackbird, een liedje uit 2009. Veel luisterplezier. Ja, dat was natuurlijk DJ Tobias op Radio Scout Twente. Ja, jongens en meisjes, DJ Tobias. Ja, zeker weten. Mooie ochtendshow. Zeker weten. Ook veel, ja. Maar ja, Tobias, zeker weten gaan we ook natuurlijk ook wel een keer wat doen. Zeker weten. Maar dan moet maar eventjes een paar maandjes wachten. Dan heb ik een beetje wat iets voor elkaar. Maar dat zie je vanzelf wel een keer. En natuurlijk, ja, Tobias, jij bent ook bijna jarig, jongens, meisjes. Dus ik heb ook nog wat leuks gehaald voor jou. Wat je ook misschien kan gebruiken tijdens de uitzending. Waar ik misschien een beetje niet zo heel erg blij mee ben. Oeh, daar heb ik al ietsjes van beklapt. Maar, ja, jongens, meisjes. Wij gaan weer terug naar de blikken terug. En jongens, meisjes, hier is de uitzending van DJ Maurice op Radio Scout Twente. Het valt niet altijd mee, de ochtend. Maar wie de ochtend wint, wint de dag. Dus begin je dag met Campina Sterke Start Yoghurt. Dat is yoghurt van nature vol proteïne. Kies voor rijk en romig of voor mild en licht. Start je dag sterk met Campina. Hey meneer, het is groen hè? Ja, huiseigenaren, waar wachten jullie nog op? Alle seinen staan op groen. Dit is het moment om jouw woning ook te verduurzamen. Of het nu gaat om zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp, je bank denkt graag mee en geeft je inzicht in de mogelijkheden. Kijk op alleszijnengroen.nl of ga naar de website van jouw bank. Groener wordt het niet hoor. Met een gerust gevoel op weg? Al meer dan 500.000 Nederlanders kiezen voor de Interpolis autoverzekering. Standaard geen eigen risico. En je bepaalt zelf waar je je schade laat herstellen. De Interpolis autoverzekering. Nu met 10% korting. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Thank you.
Luister nu naar de Halloween hits op Radio Scout Twente. Radio Scout Twente. Ja, welkom bij Radio Scout Twente. Ja, meisje, dat is natuurlijk DJ Maurice. En op weer DJ Maurice op Radio Scout Twente blikken terug. Luister maar, komt u. Vallen. Een man bedreigde een medewerkster bij de servicebalie met een mes. Hij riep enkele keren kassa los. Het is niet bekend of er geld is buitengemaakt. De aangevallen medewerkster is volgens getuigen zwaar overstuur. De politie laat in een reactie weten dat er bij het incident niemand gewond is geraakt. De politie is een zoektocht begonnen naar de overvaller die een zwarte bomberjack met capuchon droeg. Ook had hij een donkere joggingsbroek met een rood vlak aan de zijkant aan. Hij had vermoedelijk een donkere sjaal om zijn nek. Ik zit nog te trillen, vertelde getuige Anita Kimmels, die naar Scoonbill in de supermarkt was op het moment van de overval. Volgens haar waren er nog maar weinig klanten binnen. De winkel was net om 8 uur opengegaan. Ik hoorde opeens veel geschreeuw. Iedereen was aan het rennen en er werd geroepen dat er een overval was. Ik heb het in een schicht allemaal gezien. Het was doodeng. Die overvaller was helemaal in het zwart. Zijn gezicht was onherkenbaar. Het ging allemaal erg snel. Een medewerker van Albert Heijn onderschrijft de waarneming van een getuige. Hij had inderdaad een mes bij zich en is er heel snel weer vandoor gegaan. De schrik zit er goed in bij hem. Ik was binnen en heb het allemaal van dichtbij gezien. We waren net een paar minuten open. Vreselijk voor onze collega die dit is overkomen. Getuigenverklaring. De overvaller probeerde zijn slag te slaan bij de servicebalie, schuin tegenover de hoofdingang. Onder bedreiging van een mes probeerde hij een greep uit de kassen te doen. Kimmels heeft een getuigenverklaring bij de politie afgelegd. Klanten werden na de overval enige tijd binnengehouden om de politie te helpen met het onderzoek. De politie roept buurtbewoners via Burgernet om uit te kijken naar de man die ongeveer 1,80 meter is. Dit was gisterochtend 8 uur aan de Nieuwstraat in Almelo bij de winkel Albert Heijn. Ja, meisjes, dit was het weer. Ik zit aan weer, misschien tot een andere keer. Volgend jaar ben ik er weer op spannende hits op Radio Scout Twente. Mijn jonge meisjes, niet getreurd. Morgen kunnen jullie weer luisteren naar Zint en Kerst op Radio Scout.